vaste contracten die worden overgezet naar een variabele formule, die hebben we al vaak gezien. Maar wat we nu ook tegenkomen zijn vaste contracten van onbepaalde duur die naar een variabele formule gaan. Jordi, leg eens uit, kan dat eigenlijk zomaar? Want onbepaalde duur zou ik denken, dat is onbepaald in de tijd. Ja, klopt. Dus die zijn van toepassing voor onbepaalde tijd. Hè. Vaste tarieven voor onbepaalde tijd of variabele, waarbij de indexeringsformule dan voor onbepaalde tijd vast ligt. Ja, de leverancier kan dan natuurlijk wel gaan beslissen om dat contract toch te gaan veranderen. Maar dan moet hij wel een opzeggingstermijn van 2 maanden respecteren. Dus 2 maanden voor hij jou een nieuw voorstel doet, moet hij dan jou op de hoogte brengen van de nieuwe voorwaarden. Nu, het is een beetje verwarrend, hè, want er bestaan ook contracten van onbepaalde duur met een vaste prijsgarantie. Wat dan eigenlijk een beetje neerkomt op een contract van bepaalde duur. Je hebt dan een prijsgarantie van bijvoorbeeld 12 maanden. En tijdens die eerste 12 maanden mag de leverancier dan natuurlijk jouw prijs, jouw vaste prijs, niet gaan aanpassen. Daarna mag hij jou wel weer een contractvernieuwing gaan voorstellen. Maar ook hier moet hij dat dan tijdig doen. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website.